Suze ging een mooi filmpje maken bij Maison Sucre. Kijkt u mee. Het duo Rob en Sharon zijn de drijvende krachten achter de Rotterdamse interieurzaak Maison Sucre. Deze keer treffen we elkaar niet in de showroom, maar op locatie bij een zeer bijzonder project. Sharon, normaal gesproken zie ik jou met Rob in jullie zaak in Rotterdam. Maar deze keer heb je ons meegenomen naar een heel bijzonder project. Ja, dat klopt. De vorige keer inderdaad waren jullie bij ons in de showroom. En hoe leuk is het om jullie en ook de kijker te laten zien wat we eigenlijk ook gewoon doen op het moment dat een project helemaal opgeleverd is. En wat voor project? Want jullie hebben echt alle details hier beetgepakt. Ja, dat hebben we. We werden afgelopen najaar gebeld door deze klant. Helemaal enthousiast van ik heb nou zo'n gaaf huis gekocht en ik wil graag dat jullie het voor ons gaan inrichten. En goed, dat hebben we ook gedaan. Afgelopen voorjaar zijn we er hier druk mee bezig geweest. De vloeren zijn gebleven en het tegelwerk. En voor de rest hebben we eigenlijk alles in dit huis verzonnen samen met de klant. En niet alleen binnen, maar ook buiten? Ja, we hebben ook tuinset geregeld en we hebben, omdat we hele gave buitenstoffen hadden binnengekregen, hebben we daar ook hele gave tuinkussens mee gemaakt. In een wat stoutere print, dus daarom extra leuk. Ja, het ziet eruit alsof jullie hier al jaren bezig zijn, maar eigenlijk sinds voorjaar dus. Ja, klopt. De eigenaren kregen in april de sleutel. En toen hadden we natuurlijk wel al in de showroom heel het plan verzonnen. En aan de hand daarvan zijn we dus alles gaan bestellen en doen. En in mei zijn we begonnen met inrichten. En hoe krijg je het dan voor elkaar om al die spullen toch op tijd hier te hebben? Ja, dat was wel even, een uitdaging. Maar dat is uiteindelijk goed gegaan. Normaal doen we dit soort projecten 2-3 dagen voor het inrichten. Maar ja, in verband met de wat bijzondere tijd waar we met z'n allen in hebben geleefd de afgelopen periode en nog steeds, zijn we heel vaak geweest. En uiteindelijk is dit het resultaat. Rob, jij bent medeverantwoordelijk voor het prachtige houtwerk. De kasten die zijn allemaal op maat gemaakt. Hoe ben je hier te werk gegaan? Nou, je moet altijd rekening houden even met de ruimte, met het huis en de stijl. En we hebben natuurlijk wel een aantal basisontwerpen van onze kasten. Maar die maken we dan weer helemaal passend op de ruimte waar het in wordt toegepast. Dus kun je zien van nou, het is maximaal gebruik gemaakt van de ruimte die we hier hebben. Op schaal getekend dat de verhoudingen van de kast wel mooi blijven. En bij deze kast zie je inderdaad een aantal van die licht klassieke details erin zitten. En dat is eigenlijk ook ja, wat je in de woning ook weer terugziet. Ja, het is echt maatwerk, hè? Hij heeft ook allerlei grappige elementen. Ja, we zijn natuurlijk wel van best wel strakke lijnen uitgegaan. Met een wel mooie koplijst en wat klassieke beslag erin. Er zit dan een garderobe in verwerkt met verlichting binnenin. En hieronder een leuke lade voor schoenen. Ideaal. En het zijn allemaal wensen van de klanten die jullie vertalen naar zo'n meubel. Ja, je kan wel een grote garderobe in de hal hebben, maar soms heb je een andere deur waar je binnenkomt. Dan kun je het op een leuke manier wegwerken. Het ziet er gewoon fantastisch uit en dan toch even makkelijk voor dagelijks gebruik. Jouw samenwerking samen met Sharon, is dat nou echt de kracht van Maison Sucre, denk je? Ja, eigenlijk zijn we allebei heel erg recht door zee. En ik vind het eigenlijk ook wel de kracht van Sharon. In het advies is ze gewoon heel erg recht door zee over het inrichten. Want het gaat erom dat we ook het huis en de mensen zelf, dat dat gewoon terug wordt gezien in het interieur. En door gewoon een goede praat, gewoon face-to-face, kom je er snel achter wat de mensen echt willen. Het is aan de ene kant een moderne woning, maar het heeft wel een aantal klassieke elementen erin zitten die we van binnen graag terugvertaald zien. Die pakken het karakter van het huis weer mee naar binnen. En dan klopt eigenlijk de buitenkant met de binnenkant heel erg. Ja, als je ziet hoe beeldschoon het geworden is, dat het echt gewoon heel goed laat zien wat wij als bedrijf kunnen doen voor de klant op het moment dat ze met zo'n mooi huis aankomen zetten. Nou, nu is dit natuurlijk een fantastisch groot project. Ja. Zijn er projecten die te klein zijn voor jullie of doen jullie alles? Nee, natuurlijk niet. We doen alles. Mensen komen ook voor ons voor een leuke woonkamer of voor een slaapkamer. Het is maar net wat je wil. Iedereen is bij ons welkom en we helpen je met alle liefde. En hoe gaat dat op dit moment? Is jullie winkel in Rotterdam gewoon open? Ja, we zijn op vrijdag en zaterdag vrij toegankelijk. Door de week zijn we er ook, maar kunnen mensen gewoon een afspraak maken. Je kunt ook gewoon, als je heel graag wil, ook liever op vrijdag of zaterdag een afspraak maken. Geen enkel probleem, dat is allemaal mogelijk. En meer informatie staat op jullie website? Ja, we hebben tegenwoordig ook iets nieuws. Je kunt ook via onze website zelf een afspraak inplannen op een dag wat je goed uitkomt. Dan wordt er ook weer met kantoor contact opgenomen om te kijken of dat ook past. En dan, alles voor de gemak van de klant. De showroom is op afspraak te bezichtigen en u kunt ook via de website online een afspraak maken. Ik kan het u aanbevelen.